Je rolschaatsen en je fietsten. En, uh, in, en je wou dat er dan een, een, lucht, een luchtalarm was boven je. En, en uh, gevechten, dan ging je uh, platte sloot in. He, je moest wel dekking zoeken, maar als dat weer voorbij was. dan fietste je weer gewoon door. Of je speelde weer gewoon door. Er is een prinsesje geboren. Ze heet Magritte. Italië gecapituleerd, s'avonds buiten gespeeld. Namen we stukjes mee van vliegtuigen en vliegtuigglas. En hiervan kon je kleine sieraden laten maken. Ik heb er nog twee over en ook een uitgezaagd dubbeltje. Want dan hield je het kopje van Willemien in het midden. En die deed, dan spelde je dat achter op het revers van je jas. om te laten zien dat je koningsgezind was. Waarom wilt u het delen? Nou, ik heb het hier op papier juist helemaal in zijn verband staan. Dat is helemaal niet uit zijn verband gerukt. Ik vind dat je verhaal in zijn totaliteit moet vertellen en niet alleen de jodenvervolgingen of alleen de hongerwinter of alleen iets van één onderduiker. Je moet het hele verband zien en dat vind ik voor de kinderen die nu jong zijn, die daar al heel moeilijk aan kunnen komen, vind ik het heel belangrijk dat ik daar een steentje toe bij kan dragen.